Klaassen. Raman goed meegenomen, goed ingespeeld. Maton, Santini. En dan toch 1-0. Ivan Santini had nog geen bal geraakt. Maar de eerste goeie die je krijgt in het strafschopgebied is meteen goed voor een goal. De Kroaat weggehaald bij Duitse Freiburg. Scoort bij zijn debuut. De infiltratie van Maton, ook het overzicht. We hebben hem weinig gezien, Maton, schuchter als hij is. Maar hij is een geweldige voetballer. En hij tekent voor de assist. Dan zie je hem kijken. Perfect teruggelegd. Tussen drie Oud-Heverlee Leuven verdedigers in. Scoort hij Ivan Santini. Bal bij Mustafa Oussala. Ook doorgaans met een hele boulevard voor zich. Dat is goed idee tijd in de gelijkmaker. Het is Ivan Santini. Zijn tweede van het seizoen. Hij brengt de Kortrijkse spionkop in extase. Twee minuten na de openingsgoal. De voorzet van Chevalier en Ivan Santini. Met een trap, ook al in één tijd nadat die voorzet in één tijd bij hem kwam. Kijk eens, Chevalier en dan Santini. Daar is de hoekschop en daar is de goal. Dan toch de aansluitingstreffer voor KV Kortrijk. Het staat 2-3. Ivan Santini met zijn tweede van de avond. Daar is de corner en Santini er als eerst en het krachtigst erbij. Bal van Thomas Maton voor Oussala. Oussala mooi voorbij zijn tegenstander en dan gaat hij naar de penalty. Penalty voor KV Kortrijk, toegestaan door Alexandre Boucault. En Persoons kan het niet geloven. Oussala met een goede beweging. En dan de haakfout van de pas ingevallen Jore Trompet. Santini, hij gaat erin, het staat 3-3. En Kortrijk pakt hier in extremis een punt tegen Lokeren, dat dus niet langer het maximum van de punten heeft. Dit is Maho. Legt hem terug voor Capon. We gaan zonder de bal door en dan gaat die bal er wel in. En het is opnieuw Ivan Santini met zijn vijfde van het seizoen. Zo geeft hij KV Kortrijk in de blessuretijd toch nog een sprankeltje hoop. Weer een lange bal, een goeie, waar ze bij KV Mechelen onderdoor gingen en waar Ivan Santini weinig moeite mee had. Weer zo'n goede borstcontrole en dan vlam binnen. Wouter Bibo is geklopt dit keer. Hier had hij geen verhaal tegen. 1-2. Tomasevic doet het eens van ver. En dringt dan verder aan. Hier is Koulibaly. Dat is goed gedraaid en Santini gevonden. De vlag blijft naar beneden. Het is 1-0. Goal nummer 6 voor Ivan Santini. En alle 6 hier in het Gulden Sporenstadion. En de assist is van de spitsbroeder Eliman Koulibaly. Ja, het is weer een randgeval. Voordeel van de twijfel voor de aanvaller deze keer. Perfect gekopt. Overhoeks, buiten bereik van Boeks. En die vraagt zich af, ja, waar is iedereen? Want Santini helemaal vrij. Is een strafschop. Pavlovic. Toch maar inspelen op Koulibaly. Daar is Santini. Raman kan meenemen. Balvoordeel gelaten. Santini draaien, schieten. En Gozemans flatert en zo wordt het 1-0 voor KV Kortrijk. 17 en een halve minuut gespeeld. 1-0 voor KV Kortrijk. En het is alweer Ivan Santini. Zijn zevende doelpunt van het seizoen.
En de zevende keer in het eigen Gulden Sporenstadion. Mooi gespeeld hier hoor, Koulibaly, dan Raman. Kan niet uithalen, dus geeft hem maar terug aan Santini. En dit is een grijpbare bal voor Kozemans. Dat is de nachtmerrie van iedere doelman. Maar als zij een foutje maken, dan is het... Laatste wapenfeit misschien in blessuretijd van de eerste helft. Pavlovic voor de Smet. KV Kortrijk blijft het wel aardig proberen. Daar is er nu een. Santini. Wie anders? Acht goals. En daar de grimas van Hein van Azenbroek die alles vertelt. Je moet nu eenmaal je momenten grijpen. Ze hebben er een paar gehad. En dit was anders ook fraai. Een eerste helft duurt tot de extra tijd is afgelopen. Zou het Kortrijk dan toch eens gaan lukken? Uitwinnen bij Anderlecht. De Mets. En hier komen de lopende en de koppende mensen. De Smet duikt in dat gat. En dat wordt een strafschop. Kwam er enthousiast in gevlogen. En moet dan aangetikt zijn. Tot groot ongeloof van Michel Preud'homme. Kojija maait naast de bal en raakt dan de Smet. Ik vind het een goedkope strafschop. Wat seconden meer dan 21 minuten gespeeld. En het is Kortrijk 1 en Club Brugge 0. De negende van het seizoen van Ivan Santini. Zijn tweede strafschop. Een beetje voorgift eigenlijk voor KV Kortrijk, want ik vind het nog altijd licht. Koulibaly. Redelijk wat vertrouwen nu in die man Koulibaly. Goed gedraaid. Oussala met de voorzet en de goal. Het is opnieuw Ivan Santini en vanuit dat blok daar klonk het 1-2-3 al een hele tijd. Terwijl Michel Preud'homme een paar frisse aanvallers al een paar minuten klaar houdt, maakt Santini zijn tweede van de avond, zijn elfde van het seizoen. En Preud'homme en Club Brugge staan hier 3-1 achter. 65 minuten gespeeld. Moussala over Meunier. Daar komt Raman. En die is sneller dan Engels. Raman, Engels terug. Het wordt nog een penalty, zegt Luc Wouters. Björn Engels heel boos. En rood voor hem. Het is een avond die Club Brugge zo snel mogelijk zal willen vergeten. Maar die ze niet rap zullen kunnen vergeten. De snelheid van Raman, het is geweten. Dan de tackle van Engels. Met zekerheid dat hij voor de bal gaat. En hij heeft hem ook. Het is de eerste vervelende avond, ellendige avond voor Michel Preud'homme. In de Jupiler League sinds zijn terugkeer. En het gaat hem ook nog de uitsluiting kosten. Het giet en het gutst. Het weer is apocalyptisch. En het is 4-1 voor KV Kortrijk. De derde van Ivan Santini. De topschutter van de Jupiler Pro League.